Ja, het scherm is nog heel erg zat. Maar vandaag is het... Ik dacht dat Winter in Star Stable zou worden. En het is een nieuwe video, dus ja. Helemaal super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag speel ik weer Star Stable. En vandaag wou ik eigenlijk de nieuwe updates gaan bezoeken. Dus dat leek me eigenlijk wel gezellig. Sorry, nee. En ik heb nu al 650 starcoins, want heel veel mensen zeggen dat er een nieuw paard uit gaat komen en dat het een nieuw Fries wordt. Die zijn er nu natuurlijk nog niet, maar mensen hebben het wel zo over en zo. Dus ik ben alvast bezig met sparen, dat wist ik al best lang en ik dacht de hele tijd van, oh, dat is volgende week of zo. En nee, ik wil niet in die club. Maar goed, en volgens mij was er nog iets bij het Sequoia platform of zo. Weet ik veel. Maar, oh, hier staat dat bij Fort Pinta ook iets is. Dus laten we eerst maar even bij Fort Pinta gaan kijken. Ik moest ook even naar Fort Pinta, want ik wil kijken of ik nog paardjes kan kopen. Dus niet dat ik dat erg per se ga doen, want ik ga natuurlijk voor een nieuw vliespaard sparen. Maar gewoon dat ik het even weet voor welk paardje ik niet zo veel moet sparen. Sorry dat ik... hoe dan ook. Ja, er is in deze kamer achter mij. Super gezellig natuurlijk. Met Hello Kitty. Maar goed. Nou, wat is hier allemaal gaande? Nou, wat bijzonder. Dat paard heb ik al 100 keer gezien. Ja, kijk. Ik wou even kijken hoe duur dit paard was. Oh, 700 euro. Net niet genoeg. Ja, en deze is natuurlijk veel duurder. Dat had ik al wel een beetje verwacht. Want een Lipzaner is natuurlijk super mooi. Vind ik in ieder geval. Alleen de ponies kosten volgens mij niet zoveel geld. Dus daar kunnen we gelijk even kijken. En kijken hoe schattig deze gebeurt. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Wow! Nog een keer, nog een keer. Woeie! Ja. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night. Dat ging best goed. Maar goed. Let's go to the pond. Wee! Ik viel bijna in het water, dames en heren. Jongens en meisjes, het ergste van de wereld was. Het einde van de wereld was aangebroken. Oh. Hoe dan ook. Kijk, ik heb een paar naampjes. Kijk, dit is ook een naam. Nanny, Snow, Rietje, Ondo, Hoekie, Spak. Maar, dus we gaan vandaag een goede schoon komen. Alleen is het echt bij de melk. Nee. Snow champion. 3, 2, 1. Oké, ik doe het gewoon. Oh, chips. Waarom heb ik dit gedaan? Het wou ook helemaal niet. Hey, waarom heb ik een pony gekocht? Weet niet kunnen. Nou, 300 euro. Veel geluk met je nieuwe paard. Oké, dan ga ik nu een pony verkopen. Nou, geintje, dat ga ik echt niet doen. Ik ben niet gek geworden of zo. Ik ga geen paarden meer verkopen. Ik heb het al eens een paar keer gedaan. En daar had ik super veel spijt. Dan zit ik nu al bij de 20 paarden. Maar goed. Sommige paarden gaan dan. Maar niet de stars hebben gelukkig. Dus let's go. Now look at me. My action bar, beautiful, perfect been. Als ik zo doe en ik ben op het paardentractie, hoe gaat hij dan staan? Krijg ik hem dan liggend daar? Vraag me eigenlijk wel af. Yep, hij gaat weer staan hoor. Nou jongens, als jullie niet meer weten dat hij niet meer wil opstaan, dan vind ik het irritant. Bel dan de paardentaxi. Ja, we zijn er! Oh,
Ja, het was nog een zooitje van de vorige afspraakkwalificatievideo. Mm-hmm. 1, 2, 3. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja. De grote zoektocht. Nou, waar staat hij nou weer? Oh, daar staat hij. Oh, kijk hoe schattig hij eigenlijk is. Oké, okay, laat maar. Ik heb er totaal geen spijt van. Dit is namelijk heel leuk voor een manege film, lijkt mij. Maar kijk hem nou! Oh, hij is zo schattig! Ah, waar maar nog iets, maar dat boeit me niet. Nou. 1, 2, 3. Perfect. Nu gaan we even kijken hoe hij loopt als je zo doet. Hij is gewoon super schattig. Ik ben hier zo blij mee. Ik heb hier totaal geen spijt van. Ik dacht eerst even van... Poep, wat heb ik nu weer gedaan? Maar... Wat blijkt... Deze pony is super schattig. Maar ik ga dus heel even kijken of ik nog leuke bandages heb. Want dan kan ik gelijk met hem gaan springen. Want dit soort ponies vind ik gewoon leuke springponietjes. Moet ik hem even, denk ik, loslaten. Niks. Dan gaan we even eens hierheen. Paardenspullen, decoraties. Wacht eens eventjes. Yes. Ik kan deze kopen. Maar ik kan ook deze kopen. Maar die zijn niet echt voor springen. Die zijn meer voor dressuur. Dus ik denk toch echt dat ik deze ga kopen. Dus we gaan... Oh. Poepver. Dikke mee. Ik koop echt alles. Nou ja. Wat hebben we nu? Leuke springbeenbeschermers. Ja. Nou, dus vind ik eigenlijk wel best leuke. Ik heb er geen spijt van. Nee, ik wil niet aan je. Wat zit je met je hartjes boven je hoofd, man? Iemand bro. Ja! Nou, ik hoorde dat het op het Sakuya platform. Wacht. Ik zou jullie een filmpje laten zien van dat... Ik ga dus nu heel even naar het Sakuya platform. En dan kijken we als het goed is nu. Dit filmpje, daar ging het over. Oké, laat maar. Ik ga hem niet afzien. Maar we gaan gelijk even... Wow! Deze is zo snel! Hoe gaat hij wel? Hoe snel gaat hij? 9? Of ziet het er nou gewoon snel uit voor een pony? Nou, gaan we even deze doen. Hoppakeetje. Het is Sinterklaas dus. Makker stak zo wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen. Sorry voor mijn vaste gezang. Avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de roel krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de roel krijgt, wie de gaat. Nou, wanneer komt die Piet nou? Wanneer komt Piet? Lieve Piet, wie de Piet? Ik hoor je niet en ik zie je niet. Zondags ga ik naar de kerk, maar nu even niet vanwege corona, maar dat maakt niet uit. Met een boek vol zilverwerk. Ja, dat is mijn huiswerk. Lieve Piet, wie de Piet? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Maar ik hoor je eigenlijk ook niet. Hoppakeetje, we zijn er. Dames en heren, jongens en meisjes. Wow! Jongens, volgens mij gooide Piet of Sinterklaas... Oh nee, wacht, Sinterklaas werkt thuis. Maar volgens mij gooide een Piet dit naar mij. Pokémon, go out! Hallo? Oh, volgens mij moeten we mezelf openmaken. Oké, volgens mij moeten we op dit knopje drukken. Ik ben zo goed.
Zou ik hem nu openmaken? Ja, natuurlijk ga ik hem nu openmaken. Een slijgzadel! Kijk hoe leuk deze is! Kijk. Dit is een beetje een bruin zadel met zo'n precies goed paars dekje. Ik vind hem super schattig. En hij heeft een hele leuke singel. En de lekkere mooie beugels. Dankjewel, Sinterklaas of Piet. Oké, maar laten we even ons geld ophalen. En ik heb een leuk zadeltje. Maar goed. Yo! Zoveel! Nu al een level hoger. Ja, nu is hij snelheid 11. Super chill. Het gaat echt super snel. Moet je kijken. Oh, hij springt nog niet zo goed. Maar dan gaan we veranderen. Ik wil nu even naar de Starshine Hoeve. Want daar is ook een hele leuke iets. En ik vind het zo leuk dat er nu precies een video is gedaan. Volgens mij. Ik heb hier ooit een slime kaartje gekregen. Kijk. Ja, dat ik nog van een andere set. Zo hé. Deze is veel te lang. Hij is bijna wel een hele meter. Huh? Nee, hij is niet van deze set. Ik dacht even dat ik er eentje had van een of andere set. Maar hij is gewoon dus superleuk en mooi. Uit de Pokémon Ball. Ik krijg altijd een cadeautje uit de Pokémon Ball. Nee, nog eentje. Maar gewoon, deze ene keer was het wel grappig. Oepie! Zat hij nou te slapen? Maar kijk. Hooibal race. Kijk, deze is superleuk. En ik doe hem nu even eerst alleen. Maar kijk, hierbij moet je ook super veel springen. Ah, nee! Jongen, jongen zeg. Deze pony die stuurt wel heel fijn. Hij gaat heel fijn door de bochten. Wacht, dan kan ik ook dus heel makkelijk die andere race doen. Oh, wacht, hij springt niet zo goed. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan kan ik ook heel goed die bubble race doen, ja. Lekkere schaapjes erin. Hé, hey, die schapie. Nee. Waarom kan mijn pony hier niet onderdoor? Moet ik hem weer helemaal opnieuw doen? Jongen. Dat vind ik niet kunnen, hè. No! Oh! No! Nee! No! 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 Ik heb nog maar 10 seconden. Stomme poepschapie. Nee! Nou, kom Peert. Dit keer moet het ons lukken. Of ben je zo'n slechte pony? Kijk, als hij deze hindernis al niet eens haalt, dan kunnen we ook zo meteen niet naar de rij al, denk ik. Ik hou namelijk van deze kleine ponytjes. Hou ik van om die springponies te maken. Want dat is altijd super schattig als zij springponies worden. Want ik hou van springponietjes. Die zijn al wel zo cute. Ja, nou helemaal. Als ze al nog super klein zijn. Kijk, als het van die Shetlandertjes zijn. Dan is het nog veel cutier. Moet je kijken. We hebben hem al gewoon bijna gehaald volgens mij. Oh nee, wacht, laat maar. We moeten ook nog hier langs. Yo, dit is leuk. Wee. Dit is... Sturen is zo moeilijk ineens. Misschien komt het omdat ik een hele tijd geen Star Stable meer heb gespeeld. Wacht even. Like als je het niet kan volhouden om een week geen Star Stable te spelen. En abonneer als dat wel lukt. Maar als je het al hebt gedaan, moet je gewoon bij beide liken. Lol. En anders... Je beloon is 100 XP erbij en 12 shillingen. Dat is nog wel een beetje acceptabel. Maar niet genoeg, vind ik. Nou, nu gaan we even de bubble race doen. Uitdaging. Hoppakeetje.
Oh, we gaan het met Jos doen. Oh nee, dat is iemand anders. Nee, hij kan gelijk gaan rennen. Dat is niet eerlijk. Oh, dit paard is hier zo handig voor. No! No! Nee! 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 Hij mag niet winnen van de grote machtige Emma Lavasteel. Nee! Laat hem langzamer gaan! Nee! Boeit mij dat? Zo weinig dingen? Dat waren serieus nul! Dat vind ik echt niet kunnen, mensen, dames en heren, jongens en meisjes en mensen. Weet je wat? Volgens mij is het bij het Sakuya-platform. Is er ook nog wat leuks? Sakuya-plateau, sorry. I'm sorry. Maar goed. Kijk een schroefje. Maar goed. Kijk een rekenmachine. Maar goed. Kijk een lege een plakband die al op is. Maar Oké, laat maar. We gaan gewoon bezig, want ze zeiden dat hier een nieuwe race is. En die wil ik wel heel graag spelen. Dus, nou kijk. Nee, dat vind ik dus al stom. Hopla, paardje in een draf. Morgen is het Emma-dag. Dan gaan we lekker spelen met iemand leuk. Toon je ruiterkunsten in springwedstrijd van Rowan. Oké. Okay. Hey, dat was toch die ene mens die op zijn kontje was gevallen. Oh, het regent. Oh, nee. Oh, pony, wat doe je het ineens goed? Oké, laat maar. Come on. Wow, dit zijn wel hele hoge hindernissen in één keer, hoor. We mogen ook niet even instappen of zo. Nee, want ik kom net uit de trailer. Dat vind ik niet echt goed. Dat is niet echt goed voor de beentjes. Maar goed, gelukkig heb ik wel zo'n beenbeschermers om. Dus dan kunnen ze niet oud krijgen. Hè? Dat is best slim. Oei! 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 Oh. Paard, je doet het verkeerd. Trouwens, dit is helemaal geen paard. Hé, hey, waar moet ik heen nou dan? Popt, verdik me zeg. Rowan's natte springwedstrijd. Is hij afgelopen? Ja, sorry hoor, maar er liggen geen regenplassen. Dus je hebt niet helemaal gelijk. Stopt hij nou eindelijk met regenen? Oké, okay, nu mag het wel op. Hou op! Stop! Stop, hou op! Ah, eindelijk. Het ging even stoppen. Nou, dames en heren. Jongens en meisjes. Dit was de video. Later. Doei!